De benoemingen van Leo Brunswijk worden niet teruggedraaid. Dit gaf vicepresident Ronnie Brunswijk stellig aan vandaag voor de aanvang van de Raad van Ministers. Volgens de VP is het niet ongewoon dat familieleden een functie krijgen toebedeeld. Dus het terugdraaien van benoemingen is niet aan de orde. Ik ben een eerlijke man. Als ik iemand benoem, dan heb ik iemand benoemd. Ja? En ik kan niet zeggen van omdat iemand klaagt, dan ga ik zeggen omdat iemand klaagt, dan moet ik iets terugdraaien. Wanneer iets niet correct is gegaan, dan ben ik mans genoeg om dat terug te draaien, te laten draaien. Maar als iemand iets verdient, en ik laat me niet leiden door kritiek die zegt van oh, mijn familie, dus mijn familie mogen niet eten. Er wordt vanuit de samenleving met argusogen gekeken naar het benoemingenbeleid van de regering Santokki Brunswijk. Met name het accommoderen van familieleden op verschillende posten is al vaker ter sprake gekomen. Desondanks blijft vicepresident Brunswijk bij zijn standpunt. Volgens hem zijn er mensen die meer functies bekleden dan zijn broer. Leo kan volgens de VP beter verdienen in andere branches. Zegt u dat wanneer het gaat over benoeming en ik kan niet zo zijn dat je neemt je broer en zegt, je gaat al, hoeveel functies gaat mijn broer kunnen? Ja, drie, ik heb drie zijn er. Drie. Ja, okay. Drie functies. En andere mensen hebben meer dan 10. Okay, dus ik heb dit dossier al een keer gezegd. Niet alleen Leo Brunswijk heeft meer dan 3 functies. Want die functies zijn niks. Ik kan hem ook mogen zeggen van, hey, laat al die functies. Want hij verdient niks veel daaraan. Hij kan meer verdienen in het grootveld.